Wij zijn hier op de Vrijstaat, in mijn werkplaats, de Vrijwielwerkplaats. En hier ontwerp en bouw ik al mijn fietsen. Ja, ik fiets elke dag naar de werkplaats, ja. Wat voor fiets heb ik ontworpen? Het begon allemaal met het vrijwiel. En dat is gewoon een mooie, grote, tweepersoons fiets. Een beetje een auto. En uiteindelijk ben ik beland bij gewone lichtfietsen. Ja, vorig jaar zijn we met die lichtfietsen naar Praag gereden. Dat was ook echt de eerste rit daarmee. Ik woon niet meer echt op een gewone fiets, ik ben een beetje verwend. Zowel ik als mijn vrouw gebruiken alleen nog maar deze lichtfietsen. Deze hier die heb ik gebouwd. Het is eigenlijk een zondermodel voor de Tour de France. En ik heb me een beetje laten inspireren op klassieke racefietsen. Ja, gewoon wat dingetjes, kleine details. Oude kooitjes, pedalen en zo. Dat is wat dingen die terugkomen. Om een beetje de link te leggen tussen lichtfietsen en de Tour de France Utrecht. Hij komt te staan in Ruimte voor Kunst in De Bilt. Vanaf 19 juni. Fietsen is voor mij heel belangrijk. Ik kan heel erg genieten van auto's. Auto's zijn wel leuke dingen. Maar fietsen is veel leuker. En je bent veel meer in contact met de wereld om je heen. Je bent dichter bij de weg. Je krijgt alles veel intenser mee. Hoewel, als ik 2-3 dagen niet gefietst heb, dan voel ik toch een beetje dat ik iets mis. En ik doe het gewoon graag. Het is dagelijks beweging die niks kost. En het is ook nog heel fijn. Je kunt hier heerlijk fietsen in de omgeving. Heel ontspannen of heel snel, wat je wilt. Ik denk dat het teruggaat naar je jeugd of zo. Toen je begon te fietsen, toen je dat door had, je ontdekt waar je woont. Ja, zeg maar, je radius vergroot. Dat is toch heel fijn. En dat gevoel, dat blijf je wel houden. En dat was ook heel leuk toen we voor het eerst dan op deze fietsen hebben gefietst. Je moet er wel even aan wennen. Je kunt er niet opstappen en wegfietsen. Maar als je dat onder de knie hebt, dan is het hetzelfde gevoel als toen je dan net op die kleine fiets kon fietsen. Dus dat komt heel erg weer terug.